Zo, we zijn bij Donut & Co. Ja, snacken onderweg. En ja, waarom niet een donut? Nou, we stapten naar binnen. Ik wist niet wat ik zag. Zoveel keus. En ik kon gewoon niet kiezen. Kiezen. Ik heb er helemaal van me apropos. Maar los van dat, deze meneer maakt ze helemaal klaar. En raad je eens hoe hij heet. Tim. Timothy heet mijn man, maar hij heet gewoon Tim, kort en krachtig. Hoi! Hi, goeiedag. Goeiedag, hoe lang heb je deze zaak al? Ik ben nu 2 maanden de eigenaar van deze zaak. Ik heb hier vorige week 4 jaar een voetdruk gehad, ook met donuts. Ah, lekker eten dus. Lekker. Ja, zeker. En hoe gaat het zo in zijn werk? Elke dag maak je een nieuwe topping? Ja, ik heb sowieso dagelijks wel nieuwe toppings, zodat de mensen eigenlijk iedere dag andere donuts kunnen eten. Wow. Daar varieer ik een beetje tussen zoet en hard. Ik ben hier voor de chefkok geweest ook. Qua smaak heb ik wel wat ideeën hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ja. Iedere ochtend worden ze vers bereid, de donuts. En raak je ze ook elke dag kwijt? 9 van de 10 keer wel ben ik heel vaak heel vroeg al uitverkocht. Serieus? Ja, ik heb wel voor de zekerheid nog een app ook, Too Good To Go. Dus dan zou je eind van de dag via die app waar je een box ophalen, een beetje een box. Oké. Okay. Een soort van verrassingsbox voor iets minder dan een normale prijs. Oh, leuk. Handig om te weten. Handig om te weten en het zo tegen het weggooien van één, want dat gebeurt helaas te veel. Bewust, hè? Dat mensen niet, niet zo moet je dingen weggooien. Oké, kun je ons vertellen wat is? Dan zullen de kijkers het leuk vinden. Tuurlijk, ik heb hier zo'n kaneel. Eigenlijk een hele simpele, maar tevens heel lekker voor iedereen toegankelijk. Pindakaas chocolade, een gezouten karamel met wat zouten nootjes eroverheen. Een bloedsinaasappel met verse blauwe bessen op, een hele frisse variant. Ja. Vanille, doet altijd goed. Ja, klopt. Chocolade Oreo. Dit is een van onze hardlopers, het is een wit chocolade met matcha, schoenen theepoeder en een crumble van pistache. Oh, oké. Okay. Daarnaast een chocolade met kokos, bounty, achtergeleen, banaanchocolade, limoen met gedroogd lavendel, dat wijs van de limonade samen. Ja. Het is een huisgemaakte vanille mascarpone crème met bosvruchten eroverheen. Daar ga ik voor. De hibiscus is gemaakt van de bloem, heeft een beetje een frambozen aardbeidtonen, wordt zelf gemaakt van de bloem. Oh, oké. Okay. Dat doe je hier zelf. Dan heb ik hier een pure chocolade met chili flakes, eentje met bacon en een licht pittig gekarameliseerde bacon. Dit zijn onze vegan donuts, met inhoud dat er geen dierlijke producten in verwerkt zijn. Zo. Die laten meestal op plenen, omdat de mensen die vinden het dan altijd spannend en nieuw. Ja. Dus dan heb ik daar bepaalde vegan toppings ook voor, dus kunnen de mensen dat zelf invullen. Wat slim, ja, bewust met voeding en vegan vrij. Tegenwoordig hoor je heel veel iedereen met is, mensen. Ja, voor de vegans die hebben het wel misschien niet heel veel. Donut & Co. I'm ready to eat my donut. Dankjewel Tim voor je tijd.